100. Het is spijtig, maar het is zeer compact, zeer schön conserveerd geblieben. Het is het tweede monument in de stad in de Nederlanden, naar Amsterdam. Aantal ondergrondse gangen, gemaakt voor de riolering. In de Tweede Wereldoorlog zijn deze gangen ook wel gebruikt als vluchtwegen. Onder de brug ziet u een ingang naar zo'n ondergrondse gang. Haarlem besitzt einige unterirdische Gänge, die für die Kanalisation angelegt wurden. Im Zweiten Weltkrieg sind diese Gänge auch als Fluchtwege benutzt worden. Unter der Brücke sehen Sie einen Eingang zu so einem unterirdischen Gang. Ja, Haarlem heeft nogal wat tunnels. Kom zo terug waarom Haarlem zoveel tunnels heeft. Weer zo'n prachtige brug overigens, zo'n gietijzeren brug. Er zijn er heel wat in Haarlem. Nee, vorig jaar werd er een marihuana-plantage ontdekt in een van die tunnels. Er werd gebruik gemaakt van de elektriciteit van de straatlantaarns. Die kabels lagen er toch, wat zou je ingewikkeld doen? Een boze buurman met een onverklaarbare hoge rekening. Vorig jaar had men een marihuana-plantage ontdekt. Die moet er eerst een gang. Die brachten voor die elektriciteit in de straatlantaarns. Keine nachtbaar meer een hoge rechnung. Ja, waarom is Haarlem, heeft Haarlem veel tunnels? Haarlem is gebouwd in de duinen, op het zand. Dat betekent andere koek dan Amsterdam. Gebouwd in de modder, in het veen. Haarlem is gebouwd.